welkom bij weer een hele nieuwe Let's Play Wednesday. Vandaag gaan we een spel spelen in Roblox genaamd Mommy Longlegs. Dit is een vervolg op Poppy Playtime, dus het is hoofdstuk nummer 2. Ik heb gehoord dat het echt ongelooflijk creepy en eng is, dus ik weet niet of ik hier helemaal zin in heb. Maar ik ga het toch maar eventjes doen, speciaal voor jullie. Alleen, voordat we gaan beginnen heb ik nog een hele toffe challenge voor jou. Namelijk om deze video een dikke vette duim omhoog te geven. En welke hand moet je ervoor gebruiken, dat hangt ervan af. Ben jij bang voor spinnen? Als je zegt absoluut zeker weten, gebruik dan je linkerhand om op dat duimpje omhoog te klikken. Of heb je zoiets van spinnen helemaal niet eng, ik laat ze over mijn hele lichaam heen kruipen. Gebruik dan je rechterhand om op dat duimpje omhoog te klikken. Ik vind het heel erg knap hoor. En dan gaan we nu meteen beginnen met de game. Oh, help. Wow. Dit ziet er zo ongelooflijk creepy uit, jongens. Oh my goodness. Ik ben helemaal niet klaar hiervoor. Huggy Wuggy. En daar is alleen geen Huggy Wuggy, maar dan de vrouwelijke versie ervan. Nou, we zijn begonnen, zoals je kunt zien. Nee, ik ben hier zo niet ready voor. Dit ziet er in ieder geval al heel erg kleurrijk uit. Oh jeetje, hier is de auto. Ik heb nog een kans om naar binnen te gaan. Nee, helaas niet. Nou, we zitten dus in de fabriek. Ik weet niet precies wat het verhaal hierachter is en hoe we verder kunnen. Maar dit is gewoon een soort van hobby en we moeten maar doorgaan. Dus dat is helemaal prima. Even kijken wat we hier allemaal hebben. Ja, blijf even lekker doorlopen op de grond. Is goed. Wacht, kan ik dit zo pakken? Ik druk op equip. Oh, jammer. Wat gebeurde er? Ah, oh my goodness. Ik blijf ervan vallen, jongens. Nee, never mind. Kom op, Jamila, lala, even opstaan. Ja, goed zo. Nou, we gaan maar gewoon eventjes aan de obby beginnen. Ik denk dat ik hier zo op moet, ja. En dan op deze grubbetjes of dingetjes, ik weet het niet. Oeh, het gaat tot nu toe best wel goed. Het is wel leuk. Het is echt lekker kleurrijk. Alleen jammer van het lava. Dat is een beetje gevaarlijk. Hier hebben we dan de balie. Greetings! Oké, waarom moet ze zulke enge tanden hebben, jongens? Dat is toch helemaal niet oké? Het is bedoeld voor kinderen. Oh. Ik probeer het een beetje uit te zoeken hier, maar ik kan daar dus niet naartoe. Is goed. Maakt niet uit. Ah, daar kan ik ook al niet naartoe. Dan gaan we gewoon maar eventjes hier overheen springen. Ja, it worked. Oké, wat moet ik nu doen? Oversteken, denk ik. Ik zie daar dingen bewegen. Ik vind dat heel erg creepy. Nou, ik denk dat ik dan maar eventjes deze kant op moet lopen en hier overheen moet gaan springen. Ja, oké. Ik hoor creepy geluiden. Poppy wants to play. Oké, Poppy, ik kom eraan. Ik mag dit natuurlijk niet aanraken. Oh, het wordt heel erg donker. Dat vind ik niet leuk. We springen hier overheen. Daar hebben we een handje. Waar komt die vandaan? Oh, vanuit dit speeltje. Helemaal niet creepy hoor, gewoon een random hand. Oh jeetje, oh ja! Haar gezicht is heel eng. Ik vind het niet leuk, help. Oké, maakt niet uit. Tot nu toe is er nog helemaal niks engs gebeurd. Ik denk steeds, oh leuk, ik ga even kijken wat daar allemaal is. Maar er zit een doorzichtige muur hier zo, dus ik kan er niet doorheen. Dus ik denk dat we op deze tong moeten gaan lopen. Ik wil niet. Waarom is het zo donker? Waarom is haar tong zo eng? Ja, daar wil ik toch helemaal niet in lopen. Oké, we gaan het doen. Wat gebeurt er? Wow. We zitten hier zo in Poppy. Wow, zij is echt creepy. Het is gewoon een obby. Er gebeurt vast niks engs. Tenminste, dat hoop ik dan. Fingers crossed. Ik spring hier overheen. Oeh, ze is een beetje mechanisch, jongens. Ah! Oh nee, ik heb het niet gehaald. Gelukkig mag ik het nog een keertje doen. Dus daar gaan we. Oh. Nou ja, zeg. Daar gaat mijn hoofd. Nog een poging. Ietsje verder. Yes, oké, het is me gelukt. En hier hebben we een loopband. Do not enter. Ja, gaan we toch maar eventjes doen. Want ik weet niet hoe ik er anders doorheen moet. Oh, ga even lekker bij liggen. Wel zo comfortabel op die manier. Oh, ik zit een beetje vast. Ja, daar ga ik dan hoor. Oeh, ik loop naar beneden. Door de tunnel heen. Oh. Het is stilletjes en een beetje creepy. Oh my goodness. Go back. Nee, ik wil... Oh, wat? Back? Nee, ik blijf gewoon eventjes doorlopen hoor. Ah, dit is heel claustrofobisch. Ik vind dit niet leuk. Oké, we gaan deze kant op. Nee, die kant ook al niet. Jongens,
Wat moet ik doen? Waar moet ik naartoe? Oh, oh, oh. Hier zit een soort van toy. Zo, die mag ik dan niet aanraken. En dan moet ik het opnieuw doen. Oh, wat goed. De checkpoint is hier. Ik dacht dat ik gewoon weer dit op moest gaan zoeken. Ah, verdorie. Het gaat goed komen, jongens. Spring. Ja, goed zo, goed zo. En spring. Uiterste concentratie. En yes, ik ben er overheen. Oh, oh, wow. We hebben hier lasers. Ah, dat mag ik ook niet aanraken natuurlijk. Yes. Oké, oké, oké. Dan ga ik hier doorheen. Is goed, is goed. Het is helemaal niet eng. Het is helemaal niet donker ook verder. Oh, ga er doorheen. Oké, 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 oké. We zijn in de fabriek. Ik weet niet waarom ik dit zo ontzettend creepy vind. Ik weet wel waarom ik dit creepy vind. Want het is gewoon heel erg eng. Waar moet ik naartoe? Waar moet ik naartoe? Oh, ik kan er niet af. Hier is ook weer zo'n doorzichtige muur. Dus ik moet er gewoon doorheen. Ah, nee! Ah, het voelt echt gewoon alsof ik in de fabriek zit, jongens. Oh jeetje, ik zit vast. Ik zit vast. Ja, en nu? En nu? Wat moet ik dan doen? Ik weet niet of dit helemaal de bedoeling is. Ik ga er gewoon eventjes zo... Oh, yes! Ik ben er doorheen. Het is me gewoon gelukt, jongens. En ik ga hier door de lopende band heen. Wow. Waarom bewegen deze tanden? Waarom bewegen die tanden? Ik weet niet wat het is. Lijkt wel een soort van kikker. Waarom hebben ze allemaal ook gezichten? Het is echt niet leuk. Weet je wat ik grappig vind? Er is tot nu toe gewoon letterlijk nog helemaal niks gebeurd qua jumpscare of zo. Maar ze hebben het spel zo goed in elkaar gezet dat het oprecht echt eng is. Oh, ik spring over. Ja. Oeh. Wow. Gelukkig. Ik heb het net gehaald. En dan hebben we hier... Oh, schattige biertjes. Zo cute. Nee, dat vind ik dan wel weer leuk. En dan moet ik hier doorheen. Er zit een gigantische pijl. En die wijst naar deze deur. En er staat do not enter. Maar ik ga het toch doen. We breken alle regels vandaag. Over de lasers heen springen. Ups, oké. Okay. Yes, I did it. En nu? Moet ik door deze deur heen? Of hier in het gat springen? I don't know. Ik ga er gewoon... Ah! Oh! Ah! Zien jullie? Ah! Dat is zo creepy. Ze is echt veel creepier dan Huggy Wuggy. Oprecht, jongens. Wow, dat had ik zo niet verwacht. Maar... Nou, het gaat goed komen. We gaan er doorheen. En oeh, dit is leuk. Een soort van achtbaan. Oh ja, nou, dat is wel een beetje van korte duur. Oh, oh. Hi, staat er. Nou, leuk. Zo, ik spring. En wow. Er komen allemaal spullen hier zo uit. Ik moet hierop gaan lopen. Dat gaat wel lukken. Maar ik moet niet geraakt worden door die spullen. Oh, oh jeetje. Oké, ik moet er ook niet van afvallen. Dat is wel een goeie. Dus we gaan het gewoon nog een keertje proberen. Ik moet even opletten. Ik blijf doorlopen. Ja, oh kijk. Het is me gewoon gelukt. In één keer. Grapje, in twee keer. Maar hè, we doen gewoon net alsof die eerste keer niet is gebeurd. Spring hier overheen. Ik ga geen risico nemen. Laat maar. Ik dacht dat het me zo zou lukken, want het is toch niet zo moeilijk. Maar, blijkbaar dus wel. Oh, 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 het wordt donker. Maar ik weet dat hier een trappetje is, want die had ik net gezien. Yeah. We gaan door een donker gat heen. Oh nee, wat gebeurt hier? Wow, wow, dit is leuk. Oh my god, dit is mijn droom. Weet je van die puzzelstukjes, die zijn helemaal zacht. En een soort van schuimrubber of zo. Dat vond ik altijd zo geweldig als kind. En om hier dan een gigantische vloer van te hebben. Helemaal in een speelkasteel. I love it. Oké, okay, dan hebben we hier een trappetje. Oh, 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 daar moet ik op gaan springen. Daar kan ze niet zelf op lopen of wel? Yeah. Oh ja, oh, 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 het gaat. Oh, nee, 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 nee. Hier moet ik overheen. Deze trappetjes, die zweven in de lucht. Maar ik kan ze er gewoon zo door overheen springen. En dat gaat echt heel erg goed met mijn Nederlands. Maar als ik gestrest raak, dan raak ik mijn woorden gewoon een beetje kwijt. It's oké, okay, we gaan door. Wiehee. Oh, we hebben hier nog meer van dit kasteel. Ja, geweldig. I love it. Ik moet en zal eventjes op een paarse blok staan. Da! Ja, dat was het dan weer. We gaan door. Nee, hier kan ik toch never nooit doorheen, jongens. Zeg nooit nooit. Net zoals dat de wijze Justin Bieber dat zegt. I will never say never. Oh, 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 oh. Yes. Oh, mijn knotje, die heeft het net niet aangeraakt. Wow. En ik heb er overheen gesprongen. Oh, kijk, kijk nou. Ik heb het gewoon gehaald. Oh. Waarom doet hij dit soort dingen? Ik vind het niet leuk als dingen tegen mijn verwachtingen ingaan. We gaan gewoon naar voren lopen. Oh, jeetje. Het is wel een mooi level, jongens. Maar ik gok dat ik niet deze kant op moet. Nee, ik moet hier natuurlijk overheen springen. Laat me raden. Dit gaat ineens vallen. Nee, het valt mee. Ha, snap je? We zijn aan de andere kant van het platform aangekomen. Maar waar moet ik dan nu naartoe? Dat is me nog niet helemaal duidelijk. Ik zie hier een X. Handle with care. Ah, daar ben ik niet zo blij mee. Straks gaat er iets uitspringen. Ik sta op de X. Ja, en nu? En nu? Train arriving momentarily. Oh, we moeten wachten op de trein. Oh, jongens. Ik zie geen trein, hoor. Ik kijk naar links en naar rechts, maar er komt helemaal niks aan. Misschien moet ik gewoon eventjes hier opklikken. I don't know. Misschien moet ik in het groen springen. Oh, ah!
Nee, oké. Okay. Dat was niet helemaal de bedoeling. Oh! Oh! Oké. Dat was dus gewoon eventjes nodig om uiteindelijk de trein te pakken. Ja, here we go. Ik dacht dat ik gewoon erop zou kunnen klimmen, maar dat kan helemaal niet. No worries, no worries. Ik ga erop klimmen. Ja, ja, ja. Oh, nee. Nee, klim, Jamilalala. Hup. Oh, oh. Ah, dit is echt heel erg lastig. Waarom klimt ze niet? Verdorie. Oké, ik blijf hier gewoon zo staan. Oh, misschien was dat ook de bedoeling. Oh, oh, oh. Oké, we gaan in ieder geval door deze spannende treinhal heen. Daar gaan we. Oh, jeetje. Wow, wow, wow. We zijn door een muur heen gebroken, jongens. Dan spring ik eraf. Ja, prima. We zijn bij het station aangekomen. Ik kan lekker op een bankje zitten. Even relaxen. En, zie ik dit nou goed? Er staat, you escaped. Jongens, wat fijn. Is dit dan het eindstation? Oh my goodness, I love it. You win, run. Nee, ik zou niet weten waar ik naartoe moest rennen, jongens. Ik heb hier een hele lange grote arm. Oké, volgens mij zijn we er nog niet helemaal. Dus ik blijf nog maar eventjes rennen. Want ze zeggen dat ik dat moet doen. Het loopt hier dood. Oh, wacht even. Laat ik eventjes naar deze vrouw kijken. Ja, zij is nogal eng. Ik weet niet zo heel erg goed of dit ook inderdaad echt het einde van het spel is. Of dat ik nog eventjes rond moet kijken. Wacht even. We hebben hier een poster op de muur. En er staat Candy Cat. Oh, maar dat ziet er echt heel erg schattig uit. Ik weet niet of ik al dit speelgoed moet vertrouwen, jongens. Weet je wat? Laat maar. Geen Candy Cat voor mij. En als ik... Oh, ik zie daar een pijl. Als ik daar naartoe loop, dan staat er Play Again. Oh, jongens. Dus dat betekent dat we het officieel hebben overleefd. Oh, gelukkig. Dit was een redelijk heftige ervaring. Want het spel was zo creepy. En heel erg donker. Maar het zit echt enorm goed in elkaar. Dus I love it. Het was geweldig. Yes, als je dit gedeelte van de video ziet, dan betekent het dat je hem helemaal tot aan het einde hebt gekeken. En dat kun je bewijzen door de vraag van vandaag te beantwoorden. En die is, als jij een spin als huisdier had, hoe zou je hem dan noemen? Laat het me zeker eventjes weten in de reacties hieronder deze video. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei!